Hallo iedereen! Vandaag zijn we in een stad. Ja, waar we nou... Dit lijkt net echt een prison. Prison break! Yeah. Maar we hebben dus... We zijn de Burger King en de McDonald's gedaan. En we hebben nu een klein dilemma voor jullie. Wat is lekkerder? McDonald's of Burger King? Ik ben voor de Burger King, want het is gewoon Burger en King. Dus gewoon, dat zeg het al. Het wordt maar. We zijn het wel met één ding eens. De kipnuggets van de McDonald's zijn het lekkerst. En de krulfrietjes van de Burger King zijn ook het lekkerst. Ik vind eerlijk gezegd de burgers van de McDonald's lekkerder. Nee. Dus alles is groter bij de King. Daar, de dat King. Dat is wel zo. Die is wel groter. Die is, alles is daar groter. En de Burger King heeft veel beter ijs. Zelfde smoothies. Ja, die zijn en lekker. Alles is veel lekkerder. Maar de kipnuggets hier zijn gewoon zo lekker. En de BBQ sauce. De BBQ sauce, je weet zelf. Hier moeten we echt een zombie film van gaan maken, joh. Ja. Dat is echt leuk. Prison Break Zombie. Dus laat horen wat jullie ervan vinden. En, oh ja, een like, oké. Okay. Like als je houdt van frietjes. Want als je niet van frietjes houdt... En dit is een stront in mijn auto. Oh ja, Leila heeft een hele vieze auto. Het is echt poep. Dit is letterlijk poep. Van aangekoekte biebekens. Oké, wacht even. Zoek de verschillen. Hou die kerrie daar ook voor. Wat is dit? Dit is barbecue saus en dit is poep. We zijn eigenlijk aan het vloggen zonder ons face. We hebben geen selfie ding. Nee, we hebben heel faand. Maar we zijn nu nieuwe YouTubers. Ja, yeah, Broxis, je weet zelf. En we willen toch jullie mening. En like als je houdt van frietjes. Want wie houdt er nou niet van frietjes? Ik ben Team King! King, King, King! Hashtag Team McDonald's. Of hashtag Team Burger King. Ik vind de King gewoon beter. Beter dan die enge clown pedo. Dat wel, ik vind het wel eng. Maar ik bedoel de kipnuggets, je weet zelf. Ik heb mijn kipnuggets geobsedeerd, oké? Oké, ik denk toch dat ik ooit op een dag meer van de Burger King ga houden. Want ik bedoel maar. De frietjes, het ijs en de smoothies, oké? Okay? Die zijn gewoon lekker. Nu hou ik de camera vast, dan zit het op. Oké. Nou, dit was het. Wij gaan weer verder met ons eten. Want we gaan nu Oreo ijs halen. Ja, en dan gaan we weer verder. Dan maken, dan maken we nog een video. Team. Halleluja. Team. King, of Team McDonald's. Oké, nou dat was het voor nu. Misschien komen we nog terug. En dan, ja, oké. Okay. Doei mensen, doei. Doei. Wat ga je in? Ja, ik film. Hij wil niet. Oké, nu gaan we ijs halen mensen. Want ijs is gewoon ghetto. En dit geheim gaan we filmen, oké? Okay? Burger King. Zeg, praat jij? Ja. Barbecue saus? Okay. Hallo. Goedemiddag, mag ik je bestellen? Ja, 2 Oreo ijs alsjeblieft. Hallo? 2 Oreo ijs, mag ik je bestellen? Ja, dat was het. Ja, dan mag je doorheen naar 2 euro. Ja, dank je. Oké, en we zijn zo terug. Oké, doei. Oké, we zijn terug mensen met ass. Oreo ass. Tot hier een Duitse mogolf midden in de weg. Aardig. Met zijn... Oh, ik mag zijn... Ik laat zijn kenteken... Ik doe even mijn ijsje voor, zodat je niet zijn kenteken ziet. Want straks verdienen we geld met dit. En dan copyright, je weet zelf. Je weet maar nooit, straks verdient geld met zijn... Fuck hem. Wat doen ze op onze plek? Weet je niet, maar... We gaan parkeren bij de KFC, omdat het kan. Maar we hebben ijs. 2 ijs. Leila's ijs. Mm-hmm. Oh ja, even voor duidelijkheid. Leila is niet dik. Ze is heel dun. Alleen ze heeft gewoon dikke benen. Oké. Okay. Hey, ik ben niet dik. Ik ben dun. Oh ja, en ze dik. Heeft ook nog een bericht voor alle ik mensen. Ik ben dun big. Ik ben dun big. Dat klinkt gewoon alsof je... Het klinkt voor als... alle dunne bitches. Als je je onzeker voelt over je gewicht. Koop een XXXL broek en vergelijk je eigen broek ermee, dan zie je wie de dik is. Oh, wacht nou. Stel je voor die vrouw draagt XXL, dan heb je een klein probleem. Ik zou dan een diëtist aanspreken. Nee, meisje. Oh, bot is voor mannen. Oh ja, bot is voor honden. En vlees is voor mannen. Ik heel jij even de camera vast, want jij bent gewoon ghetto. Oh ja, we hebben ijs. Ik ga even... Ze hebben ons van onze plek weggejaagd. Ja, dat is zo gemeen, die sledgebekens. Yeah. Ja. Ik laat even een close-up zien van Oreo-ijs. Want foodporn, je weet zelf. Ja, yeah, foodporn.
Dat is echt lekker. Ik heb een heel dit bewijst... Hij filmt. Oké, de camera viel uit, dus nu gaan we even voor het eind. En waarschijnlijk gaan we nog een film maken op de snelweg, dat mijn zus gek gaat rijden. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen? Maakt niet uit hoe dik of dun je bent. Je bent uniek en speciaal. Hashtag motivational speaker. Ja, echt. De meiden die problemen hebben om als een dieet volgen, koop dan gewoon marshmallow lip balsam. Ik heb hem en hij is heerlijk. Oh ja. Ik heb voor Leila marshmallow lip balsam gehaald. En hij smaakt naar chocolade marshmallows, oké? Hij is echt gewoon de best brother ever. Je kan hem kopen bij de Kruidvat als jullie willen. Ik zet hier even een link voor als je hem online wil kopen. Oké, we zijn er weer. De camera viel weer uit omdat ik geen geheugen heb. Vertel me wat leuks. De Burger King is de beste. En de KFC gebruik ik alleen maar als disposal ding. Zie je daar? Zie je dat daar? Daar ga ik al mijn lekkere doodies in gooien. Ja, let niet op de tuk. Dat is mijn diner. Ik bedoel maar school eten. We hebben bacon. En we hebben barbecue. En mijn zus altijd komt. Die bacon is zo vies. Ik deed aardbeisjam. Gewoon gedrukt op een biscuitje. Ik vind hem best... een vieze, pittige paprika. Ik vind hem best wel lekker. En mijn zus had een combinatie geproefd. Leila, dat is mijn zus. Ja, Proxys, mijn zussenbroer. Dat is een combinatie geproefd en hij was vies volgens haar. Heel vies. Nee, niet meer! Ah! Ze had een hele pot! Ze duwde ijs in mijn face! Hou jij de camera maar vast, uit veiligheidsredenen. Kijk. Heb ik het als je laat je... Help me! Dit moest ik even zien voorstellen in dit. Dit is zo fucking vervelend. Dit is net gewoon de ghetto. Wie hebben we de Burger King versus? Hallo, we zijn nu op de snelweg. Kijk hoe snel alles gaat, oké? En we hebben alles weggegooid. Kijk, alles is weg. En mijn auto bobbelt. Er is heel veel op me geknoeid. Hier is dingen geknoeid. En daar is ijs geknoeid en dit is Laila's been en de sleutel. Hey, what's up? En sinds wanneer? Kijk, wij wonen in Gelderland, maar er is in Gelderland echt geen Manderbroek. Oké, we zijn er weer, denk ik. Mijn telefoon is echt leeg, vol. Ga naar Wageningen. De stad van de vrijheid. Maar niet, er is ook Wageningen in Suriname. Ja, maar dit is Wageningen in Nederland. No, niet in Suriname. No. En mijn ding valt zit uit. En we hadden het net over Manderbroek. Maar nu is het nog erger. Oberhausen. Oh, Oberhausen. Kijk even, wacht nu. Nee, Oberhausen. Oberhausen. Oké, mensen, reageer ook even. Wat is de raarste stad die je kent? Die bestaat in Nederland. Ik weet dat in Zweden of zo heet een stad Billen. Billen, ik ga naar Billen. Hé, hey, waar woon jij? Ja, ik woon in Billen. Oh, dat klinkt heel verkeerd. Ja, we gaan even naar Billen, oké? Dat zijn sowieso gekke namen. Maan, vind ik ook zo. Maan. Bommel. Bummel, dat klinkt heel verkeerd.